Maak ik wel eens een impuls? Ik denk dat we dat allemaal wel doen. Dus ja, ik denk dat ik dat ook doe, ja. Dagelijks. Ja. Vast, maar wel weinig, denk ik. Ja, ik denk het wel. Ja, dat gebeurt wel, ja. Net gedaan. Echt letterlijk net ben ik de Game Mania ingelopen en heb een nieuwe muis gekocht. Dus ja, op zich wel. Alleen op het terras, eigenlijk. Ja, af en toe iets te vaak. Ja, na werk. Ik werk al bij de horeca, dus dan gebeurt het heel snel. Ja. Wat mensen kopen verschilt dus wel. Maar hoeveel geld geven ze eigenlijk uit aan impuls aankopen per maand? Ik vrees meer dan je zou willen. Ik denk... Ik denk dat het best wel eens zo rond naar de 100 euro kan gaan. Ik denk... 200 à 300 euro. Ja. Maar dat is ook wel inclusief kleren en inclusief alles. Geen idee, misschien is van 30 euro. 100, 150 euro misschien? Denk ik wel. En impulsdingetjes? Ja, denk ik wel. Ik denk dat dat zo 300, 400 euro kan zijn. Ja. Ik denk minder, ik denk 100 of zo. De verleiding is dus wel groot bij mensen om toch even snel wat te kopen. Maar waarom zijn ze eigenlijk geneigd om een impuls aankoop te doen? Ik denk de prijs, het idee dat het een aanbieding is. Misschien als ik met trek ga winkelen. Dat vooral. En geuren, denk ik ook wel. Ik denk ook wel deels Instagram en zo. Maar ook wel gewoon als je door de winkel loopt, dat je dan iets leuks ziet. En dat je denkt, oh, nou, maar gewoon meenemen. Dan denk ik heb iets nodig. Wil ik niet op zich ergens... Probeer ik wel een reden ervoor te bedenken, maar het is niet altijd de beste reden. Dan koop ik het maar gewoon. Ik denk dat dan gewoon een soort van need is dat je dan hebt. Dat is, ja, dat is gewoon vraag aanbod eigenlijk. Je zit daar en je hebt zin in iets wat je eigenlijk niet nodig hebt, maar toch ook weer wil of zo. Dus dan koop je het gewoon. Een stukje gemak eigenlijk. Uit onderzoek blijkt dat jongvolwassenen gemiddeld 130 euro uitgeven aan impuls aankopen. Iets waar veel mensen zich wel in herkennen. Dat had ik eigenlijk wel verwacht. Ja. En jongvolwassen, ja, ik ben me nog wel redelijk bewust van, heb ik altijd het idee. Maar misschien ook maar voor de helft dan wat je hoopt. Logisch. We zijn zo gericht op... Ja, er is zoveel marketing om je heen. Ja, alles is ook snel. Je wordt constant beïnvloed. Je wordt constant beïnvloed, ja. Ja, als ik naar mezelf kijk, dan klopt het eigenlijk wel. Dus ik heb het niet echt dat ik denk van, oh, het is wel heel veel. Ja, het is ook wel heel veel. Maar ja, ik doe het zelf ook, dus ja. Ja, dat klinkt op zich wel redelijk, ja. Ja, van wat ik zelf, ja, eigenlijk wel. Ik kan het wel, ja, ik kan het wel begrijpen, denk ik wel. Ik zie wel hoe dat kan, ja. Dat is eigenlijk. Ja, er wordt ook heel veel aangeboden op social media en dat soort dingen. Ik denk dat mensen daar ook wel gevoelig voor zijn. Dus ik kan het ook wel begrijpen.